Ik ben Fabienne van Ext. Temptation Island is al een paar weken aan de gang en er zijn al wat misstappen begaan. Wij gaan hier aan wat mensen vragen of zij verleiden willen worden. Kijk je zelf Temptation Island? Ja, altijd elke donderdagavond. Als je nou zelf mocht kiezen, zou je dan meedoen als verleider? Ik weet het niet. Ja, je bent wel op tv natuurlijk. En... ligt eraan. Ik weet niet of het goed verdient of dat het... Het lijkt me wel grappig om een keertje te doen, ja. Als je een bedrag ervoor zou krijgen, dan zou ik misschien nog denken van... als ik het nodig heb natuurlijk. Ik zie mezelf niet zo iemand anders man afpakken. Nee, want ik ben niet zo'n soort jongen. Weet je wel, als je dat doet, dan denkt ook gelijk heel Nederland van... Dat is zo'n gladde jongen die denkt dat hij ook meisje uit de broek kan krijgen. Met allemaal niet. Ik vind dat een beetje goedkoop, dat verleiden. En het is niet helemaal mijn ding, denk ik. Ik vind het een beetje ordinair. Maar heerlijk voor het kijken, wegkijken thuis. Maar zelf zou ik het echt nooit doen. Je moet wel weten waar je aan begint als je eenmaal jezelf hebt opgegeven. De acties die je daar doet. Ik zou het persoonlijk niet leuk vinden als de hele wereld mij zou zien op tv, seks hebben en dergelijke. Dat vind ik gewoon een beetje te ver gaan. Ja, dat zijn keuzes die anderen maken. En ja, dat moet je zelf weten. En zou je zelf meedoen? Nee, absoluut niet. Stel, je krijgt dan echt een goed flink bedrag voor? Nee. Als ik dat voor geld zou doen, dan zou ik van alles voor geld kunnen doen. Nee, ja, je verwoest toch iemand anders leven, een soort van. Maar aan de andere kant, je kiest er ook zelf voor om eraan mee te doen. Dus ja, wellicht. Ligt eraan wat voor bedrag er tegenover staat. En als je er nou een goed bedrag voor zou krijgen? Misschien zou ik het dan overwegen. En als je dan verleiden bent, wat zou jouw tactiek dan zijn om iemand te verleiden? Eerst iemand zijn vertrouwen winnen en zo, en dan... daarna er pas op ingaan. Het zit niet echt in me om iemands relatie kapot te maken. En ik zie mezelf ook niet echt per se als een verleidster. Maar als ik zoiets heb van, oké, ik krijg wat voor, weet je, dan zou ik, zeg maar, voor mijn rol, zou ik wel mijn best doen. En als je verleider zou zijn, wat zou dan jouw tactiek of move zijn om iemand te kunnen verleiden? Ja, meer de subtiele aanpak. Bijvoorbeeld als die vriend of vriendin mist of zo, om dan daarop in te gaan, denk ik. Ja, ik ben nou niet de beste verleider om persoonlijk te zeggen, maar ja, gewoon... Ik weet niet, inspelen op hun gevoelens? Ja, toch wel een beetje de good guy spelen. Dus doen alsof jij gewoon wel anders bent dan die andere jongens. En dat je eigenlijk gewoon toch wel echt naar iets op zoek bent. Ja, ik denk dan toch eerder de underdog. Omdat die rest is gewoon heel makkelijk, die duiken erop. Dus ik denk dat ik dan toch voor de iets meer afwachtendere. En dan even net diegene die de arm om de schouder slaat. En denk je dat jou het zou gaan lukken als jij het op jouw manier gaat doen? Denk je dat je iemand al zou gaan kraken? Het is wel een paar keer gelukt, dus het zou wel nog een keer moeten lukken. Ik geloof eigenlijk ook niet dat het zo heel spontaan gebeurd. Ze hebben die stellen wel met een reden uitgekozen. Er zit al heel veel mis. Een van die verleiders zei zelf van ja, wij doen hun eigenlijk testen ook niet meer. En dat is alleen maar leuk voor hun en dat moeten ze lekker doen. Je weet waar je aan begint, zeg maar. Je weet sowieso wel dat het misgaat. Die verleiders moeten lekker hun ding doen. Die willen... blijkbaar gewoon op tv, gewoon leuk doen. Dat zijn de beslissingen die je zelf maakt. Vond jij deze video nou ook leuk? Like en abonneer dat op ons kanaal. Volg ons ook op Instagram en Facebook. Dan zie ik je graag de volgende keer.